Welkom bij Artsen Skoy TV en vandaag de tweede op bezoek bij. We gaan naar Kooiker Hoekse Waard. We zijn er al bijna, we zijn ietsjes te laat. Maar Wim die zit heus wel te wachten met de thee. We gaan dus naar Wim Maat van Kooiker Hoekse Waard. Heeft een spiksplinter nieuwe winkel. We gaan alweer voor het tweede jaar met elkaar mee naar Japan. Ik ben heel benieuwd naar zijn nieuwe winkel. Hij heeft met zijn telefoon al een keertje voor mij een heel kort filmpje gemaakt om een beetje een idee te krijgen. Maar het ziet er heel, heel veelbelovend uit. Dus ik ben benieuwd. We zijn er bijna. Kooiker Hoekse Waard. Helemaal te gek dat ik hier een keer mocht zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Welkom. Helemaal nieuw. Dit pand is helemaal nieuw. Want hoe lang ben je al met kooi bezig? Het is het derde jaar dat we met kooi bezig zijn. Ja. En onlangs moesten we vanuit een huurpand weg. Ja. Hier 700 meter verder. En dit pand hebben we gekocht. Okay. Dus ik laat me er voorlopig niet meer uitzetten. Nee. Helemaal opgezet, drie keer zo groot. Ja. Yeah. Yeah. Gelijk van kooi, maar ook naar aquarium uitgebouwd. Yeah. Dus voor het hele seizoen kunnen ze hier terecht. Ja, want we hebben net al even rondje gelopen natuurlijk. Het is mega groot. Heel veel bakken. Ik zie inderdaad de tropische waar. Waarom de tropische vissen erbij? Ja, het leuke is dat visliefhebbers van vijver ook al, denk de helft, in de winter achter het aquarium gaat zitten. Ja, 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 ja. Dus je blijft met dezelfde klanten bezig en ik heb hier ook wat te doen. Ja. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Je hebt een prachtig pand. Ja. Van maart tot september is natuurlijk, tot en met september is het seizoen voor de kooi. Ja. En dan merk je al dat men gaat zeggen, ja, we gaan nu naar binnen toe. Het is donker buiten. Ja. En ze gaan de aquarium gaan ze weer een beetje opknappen. Ja. Nou, probeer hier wat speciale vissen van aquarium binnen te zetten. Van roggen en arowana's. Ja. Speciale discusvissen. Speciale visjes, dus niet alleen maar de gupjes, die hebben we ook hoor. Tuurlijk. Mooie, we hebben zelfs Japanse tropische vissen hebben gehaald. Hè? Ja, de kili-vissen. De kili-visjes, er een kleine 1000 zitten. Ja. Dus ja, prachtig van alle markten thuis. Ja, super. Ja. Wij zijn dit keer en vorige keer ook al twee keer met elkaar naar Japan geweest. Ik leg altijd aan de mensen uit van jij gaat niet met ons mee, wij gaan met elkaar mee. Ja. Hoe gaan de vissen zijn nu? Die zijn nu binnen. Ja. Gaan de vissen goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Het is natuurlijk altijd even spannend voor de vissen. Ze maken heel wat mee. Ja. Als je als mens bij een andere werkgever gaat, dan is het ook allemaal even spannend. Ja. Maar even terug te gaan, we gaan al een aantal jaren samen gaan we inkopen doen. Dat is makkelijk, want jij zorgt voor de rotzooi en ik, ik houd de mooie vissen aan over. Ja. Maar gezamenlijk inkopen is prettig, samen de kennis delen, samen genieten van het geheel. Ja. Nemen we af en toe mee natuurlijk naar elkaar. Ja. En de vissen zijn net binnengekomen, doen het goed. Ja. Ja. En we hebben weer de bakken vol voor dit seizoen. En wanneer is de winkel open? De winkel is eigenlijk elke dag open van 8 tot 5. Maar de speciale dagen dat ik wat meer tijd ervoor heb, hè, want daarnaast heb ik ook nog wat andere dingen te doen, is de woensdagavond van 7 tot 9. 7 tot 9. Vrijdagavond van 7 tot 9. Ja. En zaterdags van 10 tot 4. 10. Ja. Helemaal goed. Hier beneden heb je dan je natte. Ja, de natte hoek. En dan daarboven je droge. Ja, we hebben
75 vierkante meter voor kooi. Ja, sorry, dat je dit kocht was helemaal, dat begreep ik, dat het helemaal kaal was. Dit was één open hal, gesteld op platen, et cetera. Voor dit is niks, geen voorzieningen. Nee. Okay, dus jullie hebben een nieuwe betonnen vloer gezet met de drainage erin. Ja. En dit boven, hoe noem je zoiets? Entresol. Entresol. Ja. Erop gebouwd. En dat is dus voor je droge materialen? Ja, voor de droge materialen, waarvan een hoek speciaal voor kooi met voer en pompen en filters, et cetera. We hebben nog 25 vierkante meter puur PVC. Ja. Dus koppelingen, buiswerk, filtermateriaal en de 25 vierkante meter voor aquaria met voer en alles. PVC niet alleen de gammamaten zijn, maar ook de 63 en de alle maten. Van klein tot groot. En hoge druk en gewoon standaard, zeg maar. Ja. Goed. Ja, het is hier nu, dat hoef ik niet te praten, het is hier nu lekker. Het is niet heel warm. Dus de bakken zitten nu ongeveer op hoeveel graden? Die zitten rond de 12 graden. Ja, dus zitten er 12 graden. Je kan niet lekker zitten, lekker koffie drinken. Zit nog korte mouwtjes. Ik heb het helemaal warm aangekomen. Ja. Kom dat ik bij mij in de kast gewend ben. Het ziet er echt heel gaaf uit. Nou, dank je. Dus naast de hoeveel van die? 10. 10. Nou, dat zijn 2 kuubspakken zoals. Ja. En dat zijn denk ik 3 kuubspakken. Ja. Heb je nu ook ten opzichte van de oude winkel een grotere vijver? Ja, ik vond dat als je grotere vissen wil laten zien, dat er toch wat mensen zijn. Dus niet iedereen die zomaar zegt, doe maar een vis van 80 centimeter, dat gaat niet gebeuren. Maar ik wilde dat hier wel. Plus, ik ben zo vaak op de zaak dat ik niet meer kan genieten van mijn eigen vissen. Ik denk van nou, dan zetten we hier een bak neer van 15 kuub. Oké, okay, ja. Yeah. En daar kunnen we wat grotere vissen in kwijt. Okay. En dat waarderen nou, bijna iedere klant. Yeah. Toch even kijken bij die grote jongens. Yeah. En dat gaat erg goed. Hey Wim, je geeft... Nou, ik weet, Arsens is niet een hele makkelijke naam. Kooi Care zit natuurlijk wel meer kooi in, maar wat is het idee, waarom je naam Kooi Care? Nou, dat is een goede vraag die je stelt. Ik vind het belangrijk dat als je de vissen, die kan je hier kopen, het is leuk die hobby, maar het is wel belangrijk dat de vissen meegaan in een vijver, in een leefomgeving. En ik heb van begin af al het gevoel gehad, ik moet de zorg besteden aan die vijver. De vissen worden verplaatst daarin, daar moet je lang genot van kunnen hebben. Maar er is nog zoveel onwetendheid onder nou, toch het gros van de vijveraars. Die graag die zorg over wil laten aan iemand die er verstand van heeft. Ja, ja. Nou, vanuit de hobby vandaan heb ik alle cursussen bij NVN gedaan. Ja. Heel veel over gelezen. Uit die kant vandaan heb ik eigenlijk gezegd, de kooi is leuk. Maar die zorg geeft hij dan maar aan mij. Ja. Zeg ook vaak, u de kooi, ik de zorg. Ja. Vandaar dat die Kooi Care eigenlijk ontstaan is. Ja. Om samen zo de hobby te doen. Ik ga ook veel naar de vijvers bij de mensen thuis. Ja. Ik denk dat er tussen de 30 en de 50 vijvers toch wel per jaar, per seizoen bezocht worden. Ja. En vandaar ook hier de microscoop. Ja, ik zag hem, heel mooi. Ja. Dan kun je ook meteen meekijken op het scherm natuurlijk. Meekijken op het scherm wat er aan de hand is. Ja. Ik heb er ook eentje in de auto staan, dat we toch ter plekke kunnen bekijken. En zijn er mensen die komen hier met de vis, even speciaal vlakbij de deur. Dan kunnen we een afstrijkje nemen. Ja. En liever heb ik eigenlijk dat we in de vijver gaan kijken om daar te bewissen. Want de vis eruit halen, daar ben ik eigenlijk geen voorstander van. Nee, maar ik weet dat het ook gebeurt. Het gebeurt. En dat kun je wel, zonder dat het de winkel in gaat, kun je het hier bekijken. Ja. Heel goed. Hey, en kan je hier wel ook je water laten testen? Ja, dat is altijd gratis hier. Ik heb daar een aantal sets voor staan. Ja. We kunnen dat digitaal doen met een appje. Of gewoon puur met de chemicaliën. En of dat nou een Colombo is of een JBL, er zijn wat soorten ermee. Ja. Even een hoekje, ook om een stukje uitleg. Als mensen zeggen van ja, hoe kan ik dat zelf doen? Ja. Neem ik echt de tijd voor, ga even lekker zitten en we gaan kijken hoe het water er is. Ja.
Extra, weer weg bij Wim. Hele mooie winkel. Vissen zagen er goed uit. Droge winkelmateriaal is erg goed. Mooie afdeling. Echt een mooi nieuw winkel. Helemaal top. Hartstikke leuk om daar geweest te zijn. Blijf ons volgen, want over 2 weken gaan we op bezoek bij AB Kooi. Dat is een stukje verder rijden, maar hartstikke leuk. Gaan we naartoe. En daar kijk ik ook naar uit. Maar like en deel en doe je comments hieronder. En abonneer nog, hè, jongens. Als je nog geen abonnee bent van Kooi TV, abonneer eventjes. Druk ook eventjes op het belletje. Dan krijg je vanzelf een berichtje op het moment dat ik weer een filmpje heb geüpload. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.